Yo mensen, welkom bij kijken deze video. Mijn naam is die van FIFA Boy1999 en jullie zien het goed, weer een nieuwe Warframe Night Care Mode. En sorry voor de slechte kwaliteit, geef ik u alvast door. Deze aflevering duurt 5 minuten van Warframe United. Ik heb één wedstrijdje gespeeld en sorry echt voor de echt slechte kwaliteit van deze video. Het wordt later in deze video veel beter. Maar nu dus even niet. En hier komen we op 1-0 voorsprong. Na 4 minuten volgens mij, ik kan het niet zo goed zien. En het is Johnston, de man van de 0-1. Ik heb even één wedstrijdje gespeeld, omdat ik wel vond dat ik de carrière mode van Hotline uit moest doen. Maar ik heb die gisteravond gedaan. 1 wedstrijdje, heb ik voor jullie opgenomen. De volgende wedstrijd tegen Hull City. Dat wordt de eerste grote test. En hier zijn we tussen weer in de volgende aanval. En de volgende kans, maar die wordt weggehaald. En we krijgen weer een kans. Ik zie niet welke minuten het zijn, dat het hele slechte kwaliteit is. Nogmaals, mijn excuses daarvoor. En de 5K is daar weer beter in natuurlijk. Want vanavond is natuurlijk weer de 5K mode. Zoals elke dag. Nu is tegen Schalke. Hier intussen het schot en die gaat naast. 37e minuut, nog steeds 0-1. En hier de kans en de redding van de doelman. Wij komen weer de kans in de tweede helft in de 56e minuut. Een omhaal van Bouda zorgt ervoor dat we op een 2-0 voorsprong komen. Dus eerst het goal voor ons. Hier zien jullie, dit is weer iets beter, de kwaliteit. En dan krijgen we de laatste minuut een doelpunt weer Bouda. En zo winnen we deze wedstrijd met 3-0 met in de extra tijd nog een goal van Bouda. Bouda, ik heb geen idee hoe je dit uitspreekt. Maar onze spits die dus deze wedstrijd de 2 mag maken. En betekent dat we met een championship de eerste wedstrijd winnen. Na de wedstrijd gelijk hebben gespeeld, winnen we voor het eerst tegen Leeds United. En gaan we naar de volgende wedstrijd tegen Hull City. Dat zien jullie woensdag. Boadu. Hull City heeft gewonnen, zie ik. Dus dan krijgen we het moeilijk mee. Sowieso is het de eerste grote test. Omdat de ploeg die al eerder in de Premier League heeft gespeeld. Aston Villa ook natuurlijk. Stoke City natuurlijk ook. En de laatste tijd hij wou spelen is volgens mij ook gelukt. Deze aflevering is dus een stukje korter. Maar 5 minuten. Omdat ik, ja... er komt woensdag een langere aflevering van de Rotterdam uit de Kermo. Het gaat iets van 11 minuten duren. Wedstrijd Hull City wordt gespeeld en daarna nog een wedstrijd, denk ik. Of er wordt transfers gedaan, ik weet het niet. En daarna nog een wedstrijd tegen Brighton. Hier een transferaanbod voor een middenvelder van ons. Ik ga onderhandelen met hem. Met die ploeg voor hem. Ik ga een bod doen voor een bieding van 4 miljoen. Accepteren ze dat of nee, ze blijven bij 2.8, dan zeg ik 3.6. En dat accepteren ze, 3.6. En ja, we gaan woensdag weer verder met de Warframe Night Carrier Mode. Sorry dat het dus een korte aflevering is van de Warframe Night Carrier Mode. Vanavond weer de 5 Carrier Mode. Ik zou zeggen, ik bedank jullie voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog. En dan zeg ik, zoals altijd, abonneer als je niet gedaan hebt. Kijk vanavond naar de carrière mode van Rotterdam, van Feyenoord. En dan zeg ik, zoals altijd, en zoals nu, later.